Maar nu even serieus, want dit raakt mij echt. De formatie is weer geklapt. Jesse Klaver is op zijn strepen gaan staan. En dat is knap, want hij heeft helemaal geen streepjespyjama. Jesse Klaver kon eerst wel leven met de mogelijkheid om deals met Afrikaanse landen te sluiten over de vluchtelingen. Maar later zou hij daar weer blijkbaar op teruggekomen zijn. Tot verbazing van de rest. Nou, dat verbaast mij helemaal niks. Kijk, hij had al ja gezegd. En toen maakte Rutte waarschijnlijk een goed bedoeld grapje over de eikeltjespyjama. En toen dacht Jesse opeens van, hey, wacht eens eventjes. Hè, dat ik thuis een kinderachtige pyjama draag. En dat mijn vrouw mijn aardbeidjes voert. En dat ik niet in slaap kom zonder mijn biologisch afbreekbare teddybeer. Hè, wil verdomme niet zeggen dat ik geen principes of ballen heb. Ik zal ze eens even laten zien. Hè, en dus heeft Jesse weer wat street credibility teruggewonnen. Helaas ten koste van de stabiliteit van ons land. Kijk, Mark Rutte is niet boos, maar teleurgesteld. En we weten allemaal van onze ouders vroeger, dat is nog erger dan boos. En Jesse Klaver is gewoon een politieke cockteaser. En dat is gevaarlijk, want de rest is nu politiek gefrustreerd. En dan worden foute mannen ineens heel aantrekkelijk. He, dat Rutte en Buma nu al met een schuin oog naar de PVV aan het kijken zijn. Met zo'n blik van, dat blondje zou ik wel helemaal kapot willen formeren. Kijk, Jesse Klaver moet nog leren dat je als politicus de hele tijd water bij de wijn moet doen. He, dat kan hij nog niet. Hij heeft ook nog nooit wijn gedronken natuurlijk. Want dat mag niet van zijn vrouw. He, die wijnvlekken krijg je nooit meer uit zo'n eikeltjespyjama natuurlijk. Goed, de moraal van dit verhaal. Vertrouw nooit iemand in een eikeltjespyjama. Kijk, de laatste volwassen man in een pyjama was meneer Cactus. Ja, en daar is het ook niet goed mee afgelopen. Die is nu al 2 jaar dood. Dus het... Oh, sorry. Oké, die is niet dood. Maar het gaat niet goed in ieder geval met meneer Cactus. Kijk.